In Nederland hebben we leidingwater sinds het jaar 1853. In Amsterdam was de eerste waterleiding. Maar op andere plekken in Nederland was de waterleiding een stuk later pas gereed. Zo op het eiland Tholen, wie kent het niet, in Zeeland, misschien wel de minst ontwikkelde regio van Nederland, werd de waterleiding pas rond de jaren 50 aangelegd. Maar veel strenggelovigen vertrouwden er helemaal niks van dat water uit de kraan. En sloten de leidingen af of propten ze dicht met kurken en met kitmiddelen. En vele Tholenaren werden daarvoor beboet. Kraanwater was immers van de duivel. En God zond het regenwater. Nu zullen de meesten van jullie leidingwater wel vertrouwen. Maar wellicht zit die duivel nog wel ergens in de kraan verstopt. Daar gaan we vandaag over in discussie met onze drie panelleden. Ik wou zeggen Dick Vethaak, maar die is er dus niet bij. We hebben Gerard Stroomberg, Rosa Scherps en John Steeg. Dick Vethaak is wegens persoonlijke omstandigheden helaas niet bij deze editie. Oké, voordat we de diepte ingaan, willen we even een duidelijk beeld hebben van hoe die waterwereld nou in elkaar steekt. Ik wil beginnen met jou, Gerard. Jij lobbyt voor waterbedrijven die water uit de Rijn nemen om daarvan drinkwater te maken. De Rijn is één bron voor de basisstof voor drinkwater. Waar komt drinkwater, waar wordt dat nog meer van gemaakt? Waar komt dat vandaan? Ja, waar komt drinkwater vandaan? Ja, uit de kraan, maar voordat het in de kraan zit, moet er inderdaad nog wel wat gebeuren. Als je kijkt, het is een beetje verdeeld in Nederland. Als je kijkt, zeg maar even een beetje grofweg kijkt naar het oosten, dan is het voornamelijk grondwater. En ook in Brabant wordt heel veel grondwater gebruikt. Dus dat is gewoon water wat je lokaal uit de grond haalt. Meer naar het westen toe. En ook in Limburg, daar gebruiken we heel veel rivierwater. Puur omdat het niet voldoende grondwater aanwezig is. En hier in Amsterdam dan denken we vaak van, oh, dat water komt toch uit de duinen. Dat klopt, maar we pompen het eerst uit de lek. Dan wordt het voorgezuiverd en dan gaat het met grote leidingen naar de duinen toe. En daar vullen we het aanwezige water feitelijk aan. En dan na een natuurlijk proces van filteren en dan nog een keer opzuiveren, komt het dan uiteindelijk hier uit de kraan. Dus het water wat we hier zojuist hebben even uitgeschonken, dat is ongeveer een blend van alles wat er zo langs de Rijn bij ons binnen kan komen. En ik zeg wel eens, ja, het moet wel heel goed zijn, want 55 miljoen Duitsers hebben het getest. Maar ze hebben er ook wat in achtergelaten. En daar ben ik dan van. Dat is dan mijn job om met overheid en industrie te praten van, wat kunnen we daaraan doen? En ja, kan het wat minder? Ja, dat grondwater en dat water uit de duinen, dat vertrouw ik wel min of meer. Maar wat je zegt, die Duitsers laten wat achter in het Rijnwater. Om een beetje te daarachter te komen hoe vies dat water nou eigenlijk is. Zou jij op een dag als vandaag een glaasje Rijnwater drinken? Dit is dus een glaasje Rijnwater. Dat zal ik drinken. Als je het gewoon zegt, ongezuiverd direct uit de rivier, nou, dan is het grootste risico zit hem dan niet in de stoffen. Dan zit het hem gewoon echt in de microbiologie. Daar zou je dan even dat zou de reden zijn om het niet te doen. Het punt is vaak, dat er wordt heel vaak gekeken in de zin van, als het gaat over stoffen, van, wordt er meteen de vraag gesteld van, ja, is het toxisch? Kan het kwaad? En gelukkig kan het geen kwaad. Ik bedoel, daarom is de duivel in de kraan is ook al een beetje gechargeerd. Daar doen we natuurlijk al ons heel erg ons best voor. Maar, als ik dan zo moet duiden, die duivel die zit dan natuurlijk wel op verschillende plekken langs de rivier. En het komt op bepaalde punten komt het gewoon in het rivierwater terecht. En onze boodschap is van, nou, pak het nou aan bij de bron, want daar heb je, als je dan maatregelen neemt, heb je daar natuurlijk het meeste effect ervan. En dan hoeven we er niet, in eerste instantie sowieso niet hier uit het leidingwater weg te halen. Maar je hebt ook nog eens een keer het voordeel dat de hele ecologie van de rivier er ook nog zijn voordeel mee doet. Dus onze boodschap is altijd aanpak bij de bron. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar om even terug te komen naar die algemene structuur van de waterwereld. Rosa, jij werkt bij het KWR-instituut, wat zich bezighoudt met de waterkwaliteit. We hebben al gehoord dat water gezuiverd wordt, bijvoorbeeld door de duinen te pompen of door het grondwater te halen. Maar zijn er ook actieve methoden of andere methoden waarmee we zorgen dat we heerlijk drinkwater hebben? Nou, doorgaans is het grondwater redelijk schoon. In ieder geval, hoe dieper je boort, hoe meer schoon en oud grondwater je daar vindt. Dus daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel geavanceerde technieken voor nodig. Dat kan met redelijk simpele zuiveringstechnieken worden gezuiverd. Het oppervlaktewater is wel een stuk meer verontreinigd.
En daar zien we dat we zuiveringstechnieken moeten inzetten die dus wat actiever die stoffen uit het water halen. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over oxidatietechnieken en ook actief koolfiltratie, zodat de deeltjes zich hechten aan het actieve kool. Oké, ik hoop dat we daar straks ook nog aan toekomen. Oké, dan willen we nu even een beetje de beleidswereld openmaken en kijken welke stappen er daarin bestaan. John, voor jou de vraag, kun je misschien een aantal beleidsorganen noemen waar we kunnen denken als we hebben over waterkwaliteit in Nederland? Nou, dat is in de eerste plaats Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van INM. Maar voor mij belangrijker zijn dat de waterschappen. Ik ben voorzitter van Water Natuurlijk, een partij die meedoet aan de verkiezingen bij waterschappen. En om maar even een schot voor de boeg te geven, het water komt in Nederland bij Lobit schoner binnen dan dat het bij Hoek van Holland het land weer verlaat. Nederland vervuilt dus harder dan Duitsland. En op Europees niveau, wie is daarvoor bezig met waterkwaliteit? Ja, de Europese Unie, maar ook natuurlijk het Rijnstroomgebiedscommissie. Dat is een samenwerkingsverband wat al veel ouder is dan de Europese Unie. Wat afstemming binnen het gebied van de Rijn organiseert. Voor de Maas bestaat zoiets ook. Okay. En in Nederland hebben we ook nog wetgeversorganen, lijkt me. Behalve nou ja, het ministerie dus. Het parlement maakt de wetten die de waterschappen dwingen om iets aan waterkwaliteit te doen. Maar gelukkig vinden veel mensen binnen die waterschappen dat zelf ook belangrijk. Dus die discussie voeren we daar in alle hevigheid. En er is nog één partij niet genoemd en dat zijn de provincies. Zij zijn de beheerders van het grondwater. Oké. Nou, voor jou Roos ook nog een vraag. Jij bent volgens mij verantwoordelijk voor de toezichthouding van de waterkwaliteit. Kun je daar wat over toelichten? Wie doet dat? Ja, KWR is niet de toezichthouder. KWR is het onderzoeksinstituut. Dus wij zorgen ervoor dat de watervoorziening nu en in de toekomst optimaal functioneert. De toezichthouders, dat is de inspectie. Dus de drinkwaterbedrijven die zijn verplicht om een aantal parameters te monitoren en zij moeten dat rapporteren aan de inspectie. Oké. En wie maakt nou eigenlijk de belangrijke beslissing op waterschapgebied, denk je? John? De Europese Unie. met de kaderrichtlijn water die in 2001, geloof ik, aangenomen is, heeft de Europese Unie een beleidskader gecreëerd voor de waterkwaliteit. Misschien wel meer bedoeld voor het creëren van een gelijk speelveld voor de bedrijven en instanties in Europa dan voor de waterkwaliteit zelf. Want de Europese Unie is immers nog steeds vooral een economische unie die een gelijk speelveld voor bedrijven wil creëren. Waardoor dus een bedrijf in Roemenië het water niet kan vervuilen ten koste van de bedrijven in Nederland die dat niet kunnen omdat hier strenger wordt gehandhaafd. Oké, dus de Europese Unie zorgt eigenlijk voor een gelijk speelveld. Maar we kunnen ook nog denken aan land specifiek. We kunnen zelf ook keuzes maken, maar Gerard, is dat een soort van economische afweging dan? Is het hoe schoner, hoe duurder? Nou, er zit, als het gaat om het zuiveren, zit er degelijk natuurlijk een kostenplaatje aan. Wat ik al zei, daarom pleiten wij voor aanpak bij de bron. Dat is ook vaak de plek waar degene het economisch voordeel heeft. Er wordt wel eens gezegd van je hebt in de wereld heb je shareholders en stakeholders. En de shareholders delen in de winst en de stakeholders in de consequenties. En dat is toch vooral in zo'n stroomgebied zie je dat nu heel sterk. Want ja, je geeft het afvalwater mee aan de rivier en je hebt er zelf geen last meer van. Maar ja, vooral hier beneden strooms merken we daar wel degelijk de consequenties van. En in Nederland, we doen heel veel aan waterzuivering. Er is echt, als je gewoon kijkt, we zeggen ook echt zonder blik of blozen, het is het beste drinkwater van de wereld. En ik denk dat dat goed onderbouwd is. Maar je ziet ook dat we best wel veel energie insteken om dat ook inderdaad goed voor elkaar te krijgen. Dus wat je al zei, aanvullende oxidatietechnieken, actief kool. Dat leidt op een gegeven moment natuurlijk gewoon wel tot de vraag van ja, waar stopt dat? En eigenlijk, ik val in herhaling, maar het stopt bij de bron. Als je daar goed de zaken voor elkaar hebt, dan betekent dat wij minder inspanning hoeven te doen om het hier te zuiveren. Ja, misschien is er wel één opmerking bij te maken. Zolang wij te maken hebben met volgronds landbouw, hebben we te maken met vervuiling. En die bron is niet te stoppen als je blijft opereren met volgronds landbouw. En dat kunnen we in Nederland heel goed zien. Met name als het gaat om fosfaat en nitraat in het water. Zolang wij veehouderij hebben en de koeien in de wei willen zien lopen, hebben we dus ook watervervuiling langs die weg. Onvermijdelijk. Zeker.
een van de dingen die wij ook proberen te stimuleren is te kijken van hoe kunnen we bijvoorbeeld meekijken met biologische landbouw. Daar zie je toch al, er begint al een omslag te komen. En dat is ook iets wat vanuit de drinkwatersector en ik denk ook juist ook de bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater ook heel erg naar zitten te kijken van jongens, kunnen we op een andere manier omgaan met hoe we onze landbouw bedrijven. Het zal niet zonder middelen gaan, maar je kunt wel altijd kijken van hoe kun je het, hoe kun je ze verstandig inzetten en met minder, minder belasting voor het grondwater. We willen hier later zo meteen nog even terugkomen op de landbouwvraagstuk, dus dat nog even geduld, komt eraan. Want we willen eerst even wat hebben over chemie. Mag ik voor jullie in de zaal de handen zien van een aantal mensen die scheikunde nog dagelijks doen of er veel mee te maken hebben? Er zijn weinig chemici in de zaal, dus we willen graag wat chemische processen horen, maar dan een Jip en Janneke taal van jou, Roos. Hè? Maar eerst Gerard, wat zijn eigenlijk onze vijanden in het water? Welke stoffen vinden we te vaak aan? Welke worden er overschreden? Te vaak. Ja, dus, dat varieert. Het gaat eigenlijk om een aantal bestrijdingsmiddelen. We zien bijvoorbeeld ook steeds meer opkomen geneesmiddelen. Bijvoorbeeld ook röntgencontrastmiddelen. Mensen gaan naar het ziekenhuis voor een scan, krijgen dan een contrastmiddel ingespoten. Dat is een heel stabiel product wat nauwelijks toxisch is, maar juist en wat je ook heel snel uitscheidt. Maar juist vanwege die stabiliteit en die eigenschappen dat je het heel snel uitscheidt, zijn ze ook juist heel moeilijk te zuiveren. Dus ze gaan heel makkelijk door afvalwaterzuiveringen heen en ook uiteindelijk dan ook door drinkwaterzuiveringen heen. Dus dat is echt een groep van stoffen die we gewoon de laatste jaren gewoon eigenlijk zien opkomen. We worden ook vaak geconfronteerd tegenwoordig niet meer zozeer met de middelen zelf, maar met de metabolieten ervan. Dus dan heb je een pesticide. Pesticiden zelf tref je niet meer aan. Denk je, nou, probleem opgelost. Ga je wat verder kijken, dan zie je gewoon het afbraakproduct van het pesticide kom je dan tegen. Wat minstens net zo onwenselijk is. Ik bedoel, daar zitten we ook niet op te wachten. Dus dat zijn even in de grote lijnen de groepen. Oké, Rosa, zijn er ook stoffen die je dan helemaal niet kan meten eigenlijk? Die dan te polair zijn. Dan kun je misschien uitleggen wat polariteit dan precies is. Zeker. Ja, de technieken om stoffen te meten, dus de chemisch-analytische technieken, die zijn de laatste jaren enorm toegenomen en kunnen ook steeds gevoeliger meten en steeds accurater. Dus we zien gewoon veel meer stoffen in het milieu. Dus er komen nieuwe stoffen bij, maar we zien ook gewoon veel meer vanwege die nieuwe technieken. Er zijn zeker stoffen die we nog niet kunnen meten. We kunnen bijvoorbeeld ook stoffen wel meten, waarvan we niet zeker weten wat voor stof het nou precies is. Dan zetten we een brede screening in. Dat heet ook een non-target screening. En dat geeft zeg maar een compleet beeld van wat er in het water zit, wat die methode er kan meten. Maar dan weten we alleen weten we van de stof wat bijvoorbeeld de massa is en hoe die zich gedraagt in de techniek zelf. Dus we zien een stof, maar dan weten we nog niet precies wat voor stof dat is. En het identificeren van die stoffen kost altijd veel tijd en moeite om dat te achterhalen. En stoffen waarvoor we nu eigenlijk nog geen goede technieken hebben, zijn dus de hele polaire stoffen. Omdat ze zo polair zijn, blijven ze niet in de kolom achter en missen we ze eigenlijk in de analyse. En ja, wat Gerard al zei, die polaire stoffen zijn heel belangrijk en zeker voor drinkwater, omdat ze dus goed oplosbaar zijn in water. En zeker de transformatieproducten zijn vaak polairder dan hun moederstoffen, omdat ze dus in kleinere fragmenten zijn opgedeeld. En ook is de wetgeving vaak meer gericht op de bioaccumulatieve stoffen. Dus juist de niet-polaire stoffen. Dus daardoor zien we ook een trend dat er steeds meer polaire stoffen in gebruik zijn en daardoor in het milieu terechtkomen. Roze, ik heb echt mijn schuikel laten vallen toen ik een jaar 14 was, denk ik. Kun je me nog even kort vertellen, wat is polair dan precies? Polair is eigenlijk gewoon goed oplosbaar. Dus een stof heeft bepaalde eigenschappen waardoor die goed oplosbaar is in water. Oké, dus ik ben even mijn vraag kwijt hoor. Maar jullie gebruiken dan non-target screening, dat is dus dat je eigenlijk alle stof kunt detecteren, maar dat is dus kostbaar, dat doe je niet zo vaak lijkt me, of doe je dat ook heel vaak? Het is eigenlijk nog innovatief, dus het is niet dat drinkwaterbedrijven dat inzetten om wettelijke parameters te meten. Er wordt nu voornamelijk gescreend met doelstofanalyse, dus dan zoek je naar bepaalde stoffen waarvan je al van tevoren weet dat je ze zoekt.
En die non-target screening is eigenlijk, dat geeft dus een completer beeld van alle stoffen die er in een watermonster zitten. En daar schrik je wel eens van? Je ziet in ieder geval veel meer stoffen als je met die methode screent dan dat je alleen maar met doelstofanalyse gaat kijken. Maar het hoeft nog niet te betekenen dat alle stoffen schadelijk zijn. Het zijn ook humuszuren of onschadelijke producten. Maar de methode helpt dus wel om meer inzicht te krijgen in welke stoffen er zijn. En door prioriteringstechnieken ook uit te zoeken welke stoffen het dan precies zijn. Dus ze te identificeren. Je vertelde me in het voorbeeld ook nog een biologische partner hebt in dit verhaal, de mossel. Hoe gebruiken die in jullie detectie? Dat weet Gerard voornamelijk. Er staan mosselmonitors, ik denk aan de grens, dus in de Rijn en in de Maas. En als er dus een toxische stof langskomt in hoge concentraties, dan reageren die mossels erop, dan sluiten ze hun schelpen. En dat is voor ons dan een signaal voor de drinkwaterbedrijven om bijvoorbeeld de inname te stoppen. En dat is recent ook gebeurd bij het Pirasol-incident, waar Gerard vast nog veel meer over gaat vertellen. Gaan we opkomen. Ja, John, ben jij nou als politicus hier op de hoogte van? Of zijn het allemaal hele nieuwe termen waar je denkt van, wat moet ik ermee? Nou, ik leer hier dingen. want ik ben geen chemicus, dus dat kan ik allemaal niet zo precies plaatsen. Maar wat ik wel weet, is dat we inderdaad, zoals Gerard al terecht opmerkte, in Nederland in ieder geval de naam hebben het meest betrouwbare drinkwater van de wereld te hebben. Dat willen we graag zo houden, maar we moeten ook weer niet gaan overdrijven. Dat klinkt misschien raar, maar een politicus moet altijd een afweging maken tussen de kosten van het extra schoonmaken van het water versus wat dat aan waterprijs dan wel aan belastingen met zich meebrengt. Er zijn tenslotte meer prioriteiten in Nederland dan alleen maar schoon drinkwater. En zolang het water zo goed is als het nu is en er niemand ziek van wordt, zal menig politicus zeggen, laat maar, ik wil het niet eens weten wat er verder in zit. John, we gaan een beetje door op dat politieke en we gaan vooral ook even kijken naar de landbouw. Jij bent actief geweest als hoogheemraad in Waterschap Rijnland, een behoorlijke boerencommunity ook wel, denk ik, waar natuurlijk ook de stad Leiden zich bevindt. Als ik zo denk aan landbouw en chemische bestrijdingsmiddelen waar we ontzettend last van hebben, dan komt bij mij gewoon een hele simpele oplossing in mijn hoofd op. En dat is, moeten we niet veel sneller bewegen naar biologische landbouw? Of is dat ook niet genoeg? Dat zou ik zelf wel willen bepleiten. Maar we hebben natuurlijk een gigantisch grote agrarische sector in Nederland die ook een behoorlijke bijdrage aan de export levert. Nederland is het op één na meeste landbouwproducten exporterende land van de wereld, naar de Verenigde Staten. En die hele sector is zo groot omdat ze juist bulk produceert voor de wereldmarkt. Als ze over moet schakelen op biologische tiltmethodes, dan daar hebben we wel enige decennia voor nodig om dat te bereiken. En dus ben ik vooral op zoek naar tussenstappen waarbij ook de reguliere landbouw zich beter gedraagt, minder bestrijdingsmiddelen gebruikt en ook de bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken beter op het erf weten te houden. Daar zijn we grote experimenten met name bolleboeren en glastuinbouw aan het uitvoeren. Alleen helaas is onze ervaring als water natuurlijk dat zo gauw onze mensen hun rug naar de boer hebben gekeerd, het pijpje gewoon weer leeg loopt in de sloot. Met overschrijdingen van normen tot aan de factor 50.000. Okay. Nou, dat is natuurlijk onaanvaardbaar. Als een gewoon chemisch bedrijf in Nederland dat zou flikken, dan zou de Tweede Kamer te klein zijn. Maar aangezien het de boerensector betreft, die een bijzonder goede lobby in de Tweede Kamer heeft om buiten discussie te blijven, is er geen Kamerlid dat er naar kraait. Ja. En dat irriteert ons behoorlijk. Oké, dus je zegt eigenlijk, met de hoeveelheden voedsel die wij exporteren, kunnen we wel iets wat bewegen naar biologische landbouw. Maar omdat we zoveel produceren, is een mooie oplossing nog niet zo snel in zicht. Ja, niet snel. Op de duur is het natuurlijk onvermijdelijk, maar dat gaat best nog even duren. Ja, en dan heb je last van die grote lobby. In het leven van de waterschapspoliticus, is dat dan een dagelijkse? Ja, dat is zeker een dagelijkse praktijk, want de waterschappen hebben helaas terecht nog steeds de naam boerenrepublieken te zijn.
Ik heb eens een keer een inventarisatie gemaakt hoe het zit met de vertegenwoordigers in de verschillende algemene besturen van de waterschappen. Officieel hoort daar ongeveer 10 tot 15% van de zetels in beslag te worden genomen door boeren. In de praktijk, via politieke partijen, is het aandeel van de boeren ongeveer 40%. Terwijl de boerenstand in Nederland misschien 1% van de bevolking uitmaakt. Nou, daar moeten we toch echt iets aan gaan doen. Maar omdat de stedelingen bijna niet stemmen bij waterschapsverkiezingen, zijn die boeren veel te machtig. Oké, dus dat is wel legitiem dat zij daar zitten met 40%. Nou ja, het systeem werkt niet goed. Het zijn een beetje verkapte vertegenwoordigers van de boeren. Ik ken verschillende fracties van het CDA in waterschappen die voor meer dan 2/3 uit boeren bestaan. En dat, ook dat is het effect van het feit dat de stad zich niet voor het waterschap interesseert. Denkt dat, ach, dat is platteland, laat maar. Oké. Gewoon stemmen dus. Rosa, het zit dus niet helemaal goed met de landbouwgiffen die in ons water zitten. Maar wat zijn eigenlijk de consequenties daarvan? Kunnen we die er niet gewoon makkelijk uitvissen en gaat het gewoon hartstikke goed met ons drinkwater? Gewasbeschermingsmiddelen of bestrijdingsmiddelen zijn echt een groot probleem in Nederland voor de drinkwaterbedrijven. Het RIVM is laatst met een rapport gekomen waarin dus staat dat 1/4 van de drinkwaterbedrijven problemen hebben met bestrijdingsmiddelen. Dus dat ze de norm overschrijden in de grondwaterbeschermingsgebieden. Uiteindelijk voor het drinkwater is het goed. Het drinkwater is schoon en die bestrijdingsmiddelen worden er wel uitgezuiverd. Maar ja, we willen deze stoffen natuurlijk niet in onze grondwaterbeschermingsgebieden hebben. En het is ook een teken naar het CTGB, dat is de toelatingsautoriteit van de bestrijdingsmiddelen, dat er gewoon normen worden overschreden en dat de toelating soms te wensen overlaat. En Gerard, jij bent actief in Europa dus. Is dat nou een probleem dat dus grensoverschrijdend lijkt mij? Hoe is dat afstemming tussen Duitsland en Nederland bijvoorbeeld op dit gebied? Nou, op zich kan je zeggen dat het... Er is afstemming. De vraag is altijd even van wie heeft het voor het zeggen? Want uiteindelijk, je kunt als Nederland vinden dat er iets moet gebeuren. Maar uiteindelijk, je bent wel afhankelijk van iemand die bovenstroomt het voor je oplost. En wat dan wel interessant is dan hebben we in Nederland, we hebben al een beetje de problematiek van de waterschappen gehoord. Wat wel interessant is in Duitsland, het is een federale staat. En de bondslanden die hebben dus gewoon heel veel eigen macht van wat ze willen organiseren. En wat ik wel eens hoor in gesprekken met het ministerie daar, is men zegt, wij willen wel. Maar er zijn maar 2-3 bondslanden in Duitsland die rivierwater als bron gebruiken. En de rest zit allemaal aan het grondwater. Dus dan is het heel lastig om wetgeving op federaal niveau erdoor te krijgen. Terwijl dat juist belangrijk is, want het gaat om dat hele systeem. In die zin zijn we wel blij met bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water. Want daar worden wel degelijk eisen gesteld die gewoon door alle partijen worden onderschreven. En ook gewoon doelen die gesteld worden voor de waterkwaliteit. Maar het was nog net vorige week in het nieuws dat de Europese Commissie ook Nederland op zijn vingers tikt. Van het is nog niet op orde. En dat geldt net zo voor Duitsland. En dat is eigenlijk best wel een beetje een jammere vaststelling. Want die kaderrichtlijn water die is in 2000 is dat begonnen. En toen dat werd ondertekend is gezegd, in 2015 moet het in orde zijn. Dan moeten we alle afspraken die we hier gemaakt hebben, moeten dan zijn uitgevoerd. En voorlopig ziet het eruit dat we het nog niet gaan halen. Het einddoel is nu opgeschoven naar 2027. En ik heb er nog steeds een hard hoofd in dat we dat dan wel gaan halen. Dus het is nog een hele interessante discussie om te zien van waar gaat het dan beter worden. Ja. Is dat dan vrijblijvend? Als je dat als land niet haalt, krijg je dan een straf of weer nablijven? In principe kan de commissie inderdaad landen gewoon boetes opleggen. En ik denk dat dat zal uiteindelijk zie ik dat ook wel gebeuren. Uiteindelijk is het ook een soort, dan wordt het weer een afweging van oké, hoeveel kost een maatregel en hoeveel kost mij een boete? Ik kan me best voorstellen dat daar nog eens dat er wat rekenmeesters achter zitten die zich afvragen van waar moet het gebeuren. Ja. Maar er valt dus in die zin nog veel, ook internationaal zijn we er nog niet uit. Oké, we gaan zo weer verder met de meer beleidsvraagstukken. Maar we willen even nog over één andere vervuiler hebben en dat is de industrie. Een hele voor de hand liggende vervuiling in ons water, zeker vroeger. Wij als Deltaland hebben natuurlijk last van rivieren die uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk bij ons binnenkomen.
Gerard, net hadden we het meer over landbouw afvalstoffen. Kun je misschien een beetje een vergelijking geven van hoe erg die chemische stoffen van grote bedrijven zijn? Hoe erg is dat een lastige vraag? Een soort vergelijking. Wat interessant is als je kijkt naar landbouw, dan hebben we het vaak over een diffuse bron. Hè. Dan heb je gewoon heel veel. Het gaat over grote gebieden. Stoffen worden over grote oppervlaktes uitgereden of gebruikt. Als het gaat om industrie, dan heb je het echt over puntbronnen. En wat je ziet is dat de chemische industrie die heeft zich steeds meer geconcentreerd op zogenaamde chemieparken. Dus daar zitten dan heel veel bedrijven bij elkaar. In Nederland hebben we een voorbeeld van, dat is het DSM-terrein. En wat je dan ziet is, vroeger was het dan één groot bedrijf, DSM. Maar dat is tegenwoordig is het allemaal opgedeeld in hele kleine BV'tjes. Die staan allemaal op hetzelfde terrein en die maken allemaal andere producten. En die hebben allemaal afvalstromen en die komen dan samen in een... Ja, noem het maar een collectieve afvalwaterzuivering. En daar probeert men dan alles uit te zuiveren wat er dan zoal inkomt. En wat je eigenlijk ziet is dat zelfs degene die daar verantwoordelijk is voor het behandelen van het afvalwater niet altijd weet wat er wordt aangeboden. En we hebben dat gezien bij deze Geemond in Limburg. Dat op een gegeven moment een bepaald proces even een tijdje werd stilgezet. En de mens start weer op. En de biologische zuivering is gewoon logische zuivering van hier. In dit geval is het pyrazol goed af te breken. En dat merken wij op. Er komt een hoge concentratie in de rivier. We hebben een biologische monitoring bij het innamepunt. En de opname besluit inderdaad van hier heb ik geen zin in. Ik ga dicht. We hebben het zo georganiseerd dat als het mossel dicht gaat, dat ook de inname wordt gestopt. Dan heb je even het probleem opgelost, maar dan begint natuurlijk te blijven van oké, waar komt het hier vandaan? En het interessante was dat de KWR heeft dat onderzoek gestart. Die is aan de slag gegaan van wat voor stofje is het, wat zijn de concentraties. En hebben toen ter controle ook een monster genomen uit de rivier de Rijn. Dat is een mooi referentiemateriaal. Eén rivier met en één rivier zonder pyrazol. En tot onze verrassing bleek er dus ook pyrazol in de Rijn te zitten. En dan zit er ook een chemiepark tussen Düsseldorf en Keulen. Waar hetzelfde proces plaatsvindt, waar ook pyrazol als afvalproduct wordt geproduceerd. Alleen met dit verschil niet. Limburg had nog een biologische zuivering die bij normaal functioneren 90% verwijderd. In Duitsland was dat niet het geval. En ging er gewoon 1000 kilogram per maal de rivier in. En dat was gewoon business as usual. En dan sta je echt even te kijken. Dan heb je gesproken, gaat het over één proces. Eén afvalstof. Twee fabrieken. Twee verschillende rivieren. 100 kilometer van afstand van elkaar. In totaal andere filosofie over hoe je daarmee omgaat. Dus dan gaat het over één enkele stof, maar de impact is wel een veelvoud van wat je bij andere stoffen zeg maar aan. Voordeel is ook dat het dan zou je denken van is het ook goed aan te pakken. Maar dat duurt dan nog even. We hebben dit in de zomer van 2015 ontdekt. We zitten nog steeds te wachten op de definitieve oplossing voor dit probleem. En als je dan ook gaat kijken hoe zit het dan? Hoe kan dit zo gebeuren? Dan merk je dus gewoon dat bijvoorbeeld in de vergunningverlening naar bedrijven toe, dat er nog best wel wat gaten zitten. Dus er wordt gekeken naar zonparameters, naar dingen als totaal stikstof, totaal koolstof. Er worden al toxiciteitstestjes gedaan. En als je dan aan die eisen voldoet, dan is het kennelijk in orde. Terwijl niemand zich realiseert, eigenlijk moet je gewoon aan zo'n chemicus, ik weet niet of je procestechnoloog zitten. Want wat voor proces gebeurt hier nu eigenlijk? En welke stoffen komen daaruit? En wat vinden we daarvan? En vooral, wat vinden we ervan als het gaat vanuit mijn rol, wat vinden we ervan vanuit drinkwaterperspectief? En dat ontbreekt nog best. Dat zie je ook in Nederland. Is het ook gebeurd. Ik denk ook allemaal de verhalen rondom PFOS. Wat er in Dordrecht gebeurt. Dat men zich onvoldoende realiseert. Van wat we hebben dan proces X of Y. Daar komt iets uit. En dat men zich onvoldoende realiseert. Van wat zou daar dan de impact van kunnen zijn. En dat men iets te snel kijkt. Van de testjes zijn oké. Dus dan zal het wel goed zijn. En die zijn geen kamervragen gesteld. Over de pyrazole case. De pyrazol in de Maas zijn wel kamervragen overgesteld. De Rijn is een beetje onder de radar gebleven. Maar die vragen stellen we dan in Duitsland.
Oké, dus bedrijven maken ze niet zo makkelijk. Ze vertellen dus niet precies wat ze dumpen bijvoorbeeld. Maar wat ik ook heb gehoord is dat ze het op een andere manier moeilijk maken. Namelijk dat ze een bepaalde stof wordt bestempeld als toxisch. Dan kunnen ze natuurlijk, wat ze dan soms doen is een stof maken die hier heel erg op lijkt. Maar weer net niet op een lijstje staat van de Europese Unie of van Nederland. En daarmee de uitvoerende macht ontwijken. Moeten we hier van wakker liggen? Moeten we hier van wakker liggen, Gerard? Nee, ja en nee. Ja, het is een beetje dubbel, hè? Je weet niet wat je niet weet. Dat is natuurlijk een beetje het vreemde. En wat je dus bijvoorbeeld, wat je dan hebt gezien bij DuPont, dan heeft men inderdaad een proces op een bepaalde manier ingericht. Daar krijgen we dan vragen over. Men ziet aankomen van nou, hier gaat de overheid parkeren. Dus we passen het proces aan en dan noemen we het ineens veilig. En wat je nog wel ziet, er wordt best veel geïnvesteerd. Er zijn ook als je kijkt hoe Europees geopereerd wordt. Bedrijven moeten tegenwoordig heel veel Europese regelgeving moet je op een gegeven moment stoffen met bepaalde eigenschappen moet je aanmelden. Ja, dan gaat men gewoon heel scherp kijken van als ik een stofeigenschap iets aanpas, zodat ik het net niet hoef te rapporteren. Onder REACH bijvoorbeeld, dan scheelt me dat behoorlijk. Maar daarmee is nog niet gezegd dat het dus veilig is of geen probleem is voor de drinkwatervoorziening. En daar zit een soort van, noem het maar bijna negatieve prikkeling. In de zin van de commissie zegt van nou, we willen van deze stoffen willen we alles weten. En er wordt heel goed aangegeven van nou, dit zijn de eigenschappen waaruit we moeten doen. Maar de vraag is dan, kijk ook naar bijvoorbeeld dingen als drinkwaterbezwaarlijkheid. Want dat zijn vaak hele andere eigenschappen. Stoffen die persistent zijn, stoffen die ophopen in organismen. Daar zijn we heel scherp. Maar wat je al zei, op hele polaire stoffen, die stoffen die oplossen, daar wordt eigenlijk niet naar gekeken, want het wordt daar niet gezien als een probleem. Het is wel uitgerekend, wel een kwaadheid. Hier is wel een probleem. Oké, we gaan over naar het volgende thema. Ik ben voor mij helemaal vergeten aan jullie om te zeggen dat ik wel gewoon vragen stellen. Kom vooral naar voren hier zo. Dan krijg je de microfoon en dan gaan wij jezelf een vraag stellen. Maar eerst gaan we nog verder met het volgende thema. Dat is namelijk hormoonverstorende stoffen en medicijnen. Het is een opkomend thema, je hoort het vaak in de wandelgangen. De pil gebruikt door vrouwen, komt ook in je drinkwater terecht. En wellicht gebeurt er daar wel rare dingen in ons lichaam door. Ook vergrijst Nederland, in hoog tempo. Ook daar zijn meer medicijnen voor nodig, om die mensen ook allemaal leven te houden. En die komen uiteindelijk ook weer uit in ons drinkwater. Maar Rosa, zijn die stoffen te zuiveren en te meten? Zie jij de problemen elke dag terug in je non-target screening? Jammer dat Dick er vandaag niet is, want hij had ons meer kunnen vertellen over de effecten voor de ecologie. Want we zien in vele studies dat er wel degelijk effecten zijn voor bijvoorbeeld visjes of slakjes die gedragsverandering ondergaan door de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Voor drinkwater kan ik zeggen dat het veilig is dat deze stoffen eruit worden gezuiverd. We kunnen ook effectgerichte testen inzetten, zoals de Calyx-assays. Dus dan meet je eigenlijk het hormoonverstorende effect. En we zien als we dan een monster nemen voor de zuivering, halverwege de zuivering en na de zuivering, dat de hormoonverstorendheid gewoon enorm omlaag gaat. En het drinkwater dus geen probleem is. Met geneesmiddelen is het eigenlijk hetzelfde. We zien dat de concentraties in drinkwater zo extreem laag zijn dat het geen schadelijke effecten kan hebben voor mensen. Ook als je kijkt naar het totale effect, zeg maar de optelsom. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om dit in de gaten te houden. En zoals zij door de vergrijzing verwachten we dat de toename of dat het gebruik van geneesmiddelen toeneemt. En daar moeten we wel op bedacht zijn. Okay, dus met de huidige concentratie geen probleem, maar weet je wel hoe ver zitten wij van de gevaarlijke concentratie af? Heb jij enig idee van?
Nee, ik zou zeggen veilig. Oké, top. Wat wel aardig is, als we met toxicologen praten, gaat het altijd om wat is nou de effectconcentratie. Daar nou van af moet je zorgen maken dat je haaruitvalbewijs spreekt. Wat aardig is dat als je kijkt naar de wetgeving, is niet gebaseerd op het feit dat drinkwater niet toxisch moet zijn. Drinkwater moet gezond en schoon zijn. En dat wordt wel eens een beetje vergeten. Er worden heel erg gehamerd op het feit dat het gezond drinkwater moet zijn. Maar gezond kan betekenen dat er nog heel veel stofjes in zitten die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. En juist dat element van schone drinkwater. In Duits hebben ze mooi, het moet onbedenkelijk zijn. Je moet er geen bedenkingen bij hebben. Drinkwater moet je gewoon uit de kraan kunnen pakken. Dan moet een moeder driehalf achter in Amsterdam gewoon zonder enig moment over na te hoeven denken, moet ze daar gewoon babymelk van kunnen maken. En met vol vertrouwen aan een kind hoeven geven. En niet hoeven nadenken van nou, zal ik toch maar zo'n plastic fles meenemen uit de supermarkt. Dat element wordt wel eens vergeten. Ik vind het zelf ook wel interessant. Ik ben wel eens in discussie met de toxicologen. Dan gaat het inderdaad over ja, wat is die effectconcentratie. En in mijn beleving heb ik zoiets, ja, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om dat we het gewoon niet willen. En dat zie je vaak ook een beetje in die discussie over stoffen. Vaak, soms wordt het ook wel eens heel groot voorgesteld. Het zijn wel van die plaatjes, want dan gaat het over. Er zijn inmiddels iets van 100 miljoen bekende antropogene stoffen in de wereld. Ja, 100 miljoen, dat kunnen we natuurlijk nooit met z'n allen meten. Nou, één oplossing is inderdaad in de BOC's, dan kijk je naar het gezamenlijke effect. Maar als ik zelf kijk naar de Rijn en wat er dan de processen zijn die daarop invloed hebben, dan zijn het misschien 100. Landbouw kun je benoemen, industrie, categorie indelen, die ziekenhuizen gaan identificeren. En dan wordt het probleem wordt ineens oplosbaar, dus dan hebben we het niet meer over. We hebben het over 100 miljoen stoffen, we moeten precies weten van hoe toxisch het is en wat kunnen we zelf niet bestaan. Ik moet veel meer doen naar een filosofie van wij willen dat de rivier schoon is. En als de rivier schoon is, dan is het drinkwater automatisch bij default ook schoon. En dat vind ik een veel interessantere discussie. En ik denk ook eentje waar je veel blijer van wordt dan in de vraag van kan het nog wel of kan het net niet wel. Oké, ik hoor 100.000 verschillende stoffen. Rosa. Kijken we ook, die worden allemaal getest, die worden toxiciteit per stuk, maar kijken we ook naar de wisselwerking tussen die stoffen? Nou, het zeker niet alle stoffen worden getest, helaas. Nee, er zijn er gewoon veel te veel en voor alle stoffen wil. En er staan ook geen normeringen in het milieu. Dus ja, het is toch van belang om toch een of andere risicobeoordeling te doen, om te kijken van welke stoffen zijn er nu relevant en zijn mogelijk bedreigend voor drinkwater. En op die manier met effectgerichte testen of met prioriteringstechnieken proberen we dus wat meer grip te krijgen op welke stoffen belangrijk zijn. Oké, John, we gaan een beetje meer over oplossingen nadenken. Want ziekenhuizen vallen lijkt me binnen het begrip van binnen het bereik van de waterschappen. Je bent bezig met ziekenhuizen om bijvoorbeeld medicijnafvoer van ziekenhuizen te verbeteren of te verminderen. Ja, dat is wel redelijk vrij nieuw. We zijn nog niet zo lang politiek bezig met wat het effect is van geneesmiddelen, de rest van geneesmiddelen. Maar er is inmiddels binnen de waterschappen een heftige discussie gaande over de vraag of aan de zuiveringsinstallaties een vierde trap moet worden toegevoegd, die zowel medicijnresten als gewaswaterschapsmiddelen eruit gaan weten te filteren. We zijn inmiddels zover dat we weten dat dat ongeveer 10 euro per jaar per inwoner kost. En dus is het acuut. Een financiële discussie. Waarbij wij als water natuurlijk er vooral op aansturen dat de ziekenhuizen hun verantwoordelijkheden moeten nemen die ze nu juridisch niet hebben. Namelijk om een farmafilter aan de rand van het ziekenhuis te installeren. Daar wordt al hier en daar mee geëxperimenteerd. Het is technisch uitvoerbaar, het is te doen. En dat is de beste manier om niet alleen voor drinkwater te zorgen, dat buren vooral mee bezig
bezig, maar ook om het water ecologisch gezond te houden. Dat is wat het waterschap weer veel belangrijk vindt. Maar wat dat betreft hebben we een gezamenlijk doel. Maar die farmafilters, eigenlijk zou het het simpelste zijn als we de wet op dat punt aanpassen. En de ziekenhuizen en verzorgingshuizen verplichten om een farmafilter in te voeren. Ook al weten we dat dat dan niet meer is dan ongeveer 20% van het totale geneesmiddelengebruik. Maar ja, je kunt beter beginnen met die eerste 20%. En dan is het bij het weghalen van die andere 80% bij de zuiveringen vast goedkoper. We hebben nog een andere eenvoudige oplossing op het tafeltje liggen daar. De befaamde plaszak. Kun jij het over vertellen? Kun jij het over vertellen? Die na vandaag inderdaad befaamd is. Wat wij ziekenhuizen en farmafilters zijn heel erg voor. Maar er zijn ook natuurlijk mensen die middelen meekrijgen. Bijvoorbeeld, stel je gaat naar het ziekenhuis voor een scan en je krijgt een contrastmiddel ingespoten. Tegenwoordig is het zo dat we ziekenhuizen naar streven om patiënten zo kort mogelijk binnen huis te sturen. Dus dan krijg je dat middel ingespoten, en dan ga je naar huis en dan pas je daar het toilet weer uit. Deze stoffen zijn niet toxisch. De arts kan je dat helemaal precies uitleggen dat er echt niks mee aan de hand is. Maar zoals gezegd, ze zijn wel heel persistent, scheidt ze makkelijk uit. En om die reden gaan ze ook makkelijk door waterzuivering in. En we zijn zelf als RIWA gewoon een gesprek gestart met de AMC hier in Amsterdam. Wat zou er nou voor nodig zijn om dat in te voeren? En dan krijg je heel interessante gesprekken. Want men ziet het probleem, men kent de stof, maar dan is het ook, waar komt het paszak vandaan? Hoe gaan we ze uitdelen? Natuurlijk ook, wie gaat het betalen? Maar het zijn wel interessante gesprekken. Je merkt dat het wel degelijk ook voor het probleem is en dat men ook is naar de oplossingen. En zelfs als je ook praat met de producenten van bijvoorbeeld contrastmiddelen, die zijn heel bereid om daarover na te denken, omdat het is ook voor hun, die zijn ook bezig met duurzaamheidsvragen. Dus voor hun is het ook een manier om daar te laten zien van kijk, wij zijn daar ook mee bezig. Dus ik heb er hier twee op tafel liggen. Dit zijn nog zeg maar de huidige commerciële modellen die je kunt krijgen. Ik heb dozen vol. Het is altijd aardig als je op bezoek komt om iets mee te nemen. Dus ik heb voor iedereen hier een plaszak. We hebben een damesmodel en een herenmodel. Dus je mag ze ook allebei meenemen. Dat is ook een technisch probleem. Heel handig voor ook heel onderweg voor vakantie. Als je denkt van nou, dit toilet bevalt me niet zo. De oplossing. Maar het geeft wat wel aardig is, dat vind ik wel aardig. Dit concept wordt al getest. Ze hebben bijvoorbeeld laatst, vorig jaar hebben ze een project afgerond in Deventer. En wat je ziet als je met patiënten zelf gaat praten, die zijn er heel positief over. Die hebben echt wel door van, je krijgt iets door van wat niet helemaal standaard en normaal is. En als je dan gewoon de vraag stelt, zou u voor de komende 24 uur deze paszakken willen gebruiken? Of de eerste twee keer dat u naar de wc gaat een paszak. Dan is me daar heel bereid. En de eerste vraag die je natuurlijk altijd krijgt, wat doen we dan met de paszak? In eerste instantie heb ik altijd gezegd, het maakt mij niet uit. Het komt mij niet in de rivier, dan ben ik tevreden. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het ministerie van INM is ook geïnteresseerd. Die heeft onlangs onderzoek laten uitvoeren van wat gebeurt er dan als het in een afval overdreft komt en het wordt verbrand. En het conclusie is van, het netto resultaat is gewoon nul, zeg maar. Sterker nog, er komt zelfs een beetje energie vrij. Dus als je in een centrale beheer in de markt van de stadswarmte mee, dan ben je er ook blij mee. Dus dat is een ideale oplossing. Oké, dat roept meteen vragen vanuit het publiek. Gerard, je zegt dat die contrastvloeistoffen waar die plassen vooral voor worden gebruikt, dat die niet schadelijk zijn en dat je ze ook zo weer uitplast. Maar waarom zou je ze dan überhaupt niet in de rivier willen hebben als ze toch niet schadelijk zijn? Nou, de vraag is, wil jij ze in je drinkwater hebben? Dat is nu de bottom line. Ik bedoel, als je in je drinkwater wat kan zijn, het gaat er niet om. Het gaat er niet om de vraag die je jezelf moet stellen, gaat het erom dat het drinkwater dat het gezond is, dat het gezond en schoon is. Heel extreem voorbeeld, stel je voor dat er een stofje is wat volstrekt onschadelijk is, maar het is knalroos. En het zou dus in ons leidingwater terechtkomen, we kunnen het niet zuiveren, het komt overal uit de kraan. Wat hier in de haven staat is een beetje roos. Zou je dat acceptabel vinden? Ik denk het niet, maar ik zou het niet acceptabel vinden.
acceptabel vinden. Dus dat is een beetje de. Het gaat over meer dan alleen gezondheid. Het gaat meer over alleen dan toxicologie. Het gaat ook, denk ik, ook, wat wil je met elkaar? En dit denk ik ook. Ik denk als je. Wat ik al zei, over zo'n vergunningstelsel, als je erover nadenkt bij zo'n vergunning, wat betekent dit bijvoorbeeld voor drinkwaterproductie van elektroom, dan met al die stoffen die je kent, die je aanpakt, die je daarmee oplost, los je ook het probleem op voor alle stoffen die je nog niet kent. En waar we nog steeds... Feitelijk, ik hoef niet te weten wat er in het afvalwater zit, als ik maar weet dat het geen probleem is. En op dit moment is het zo dat ik niet weet wat er het is wel een probleem, en dus moet ik investeren om onderzoek te doen en te zien allemaal tegen en is het wel een probleem. Terwijl als je het aanpakt bij de bron neerlegt, bij die producent, diegene die daar is, economisch voordeel van heeft, economisch voordeel ervan, gewoon inzet voor het schoonhouden van de rivier, dat is gewoon de beste oplossing. En omdat die stoffen zo persistent zijn, blijven als het ware in de watercyclus circuleren, want eigenlijk drinken we een soort van gerecycled afvalwater, omdat de afvalwaterzuivering is op de rivierloos en de rivier gebruiken we weer om drinkwater van te maken. Dus we willen ook niet dat het gewoon ophoopt in de watercyclus. Misschien mag ik daar nog iets aan toevoegen, want volgens mij gaat het uiteindelijk om of die ondernemer en de afnemers van de producten van die ondernemer van mening zijn dat we het water schoon moeten houden. Met andere woorden, het gaat om waterbewustzijn. Het gaat om de vraag, vinden we het zelf als inwoners van dit land belangrijk dat het water zo schoon is dat het niet op die manier wordt vervuild? Zolang dat niet het geval is, kan die ondernemer zijn gang blijven, want hij heeft de steun van de bevolking om het gewoon te doen. Nou ja, daar kunnen jullie als volgende generatie hoop ik ook weer wat aan doen. Ik ben zelf nog geen pillenslikker. Ik ben al 63, maar dat wou ik ook graag zo lang mogelijk zo houden. Ja, het is natuurlijk heel mooi dat je mee komt met zo'n idee, Gerard. En daarmee natuurlijk ook jouw achterban helpt, de waterbedrijven. Maar we gaan nu weer terug naar het beleid. Er is al veel over gezegd. De beleidsorganen die moeten ook ervoor zorgen dat ons water schoon is. John, je hebt een hele lange geschiedenis in de beleidswereld rond water. Waterschappen zijn een belangrijk speler in dit veld. Kun je misschien nog even toelichten wie er precies in die waterschappen zit? Wat voor waterschappen zit? De waterschappen zijn net als provincies en gemeenten overheden. Met een gekozen bestuur, een klein stukje benoemd door boeren, bedrijven en natuurbeschermers. En daar is dus eens in de vier jaar de verkiezing voor. En de volgende verkiezingen zijn in maart 2019. Dat is dus pas over twee jaar. Maar belangrijk is wie daar uiteindelijk de keuzes maken over wat het waterschap belangrijk vindt. En als het aan water natuurlijk ligt, dan is dat vooral natuur en milieu. En de belevingswaarde van het water, zodat je er goed op kunt recreëren. Dat geldt zeker niet voor iedereen die in het waterschapsbestuur zit, want de economische belangen zijn vaak heel machtig. Buiten water natuurlijk zijn er niet heel veel partijen die zich daar sterk maken voor de ecologische functie van het water. Dus we zeggen, schoon niet over twee jaar. We moeten gaan stemmen, dat is duidelijk. Boven de waterschappen staan Den Haag. Zijn zij goed op de hoogte van water? Nou, er is een vaste Kamercommissie in de Tweede Kamer van Infrastructuur en Milieu die regelmatig over wateronderwerpen spreekt. En dan is wel zowel drinkwater als oppervlaktewater als grondwater tegelijkertijd aan de orde. Daar kun je dus inderdaad. Dat soort lobbyactiviteiten doe ik zelf ook. Kamerleden op de hoogte brengen van wat er speelt. Van de waterwereld, dat zal Gerard absoluut ook doen. De KWR weet ik vrij zeker ook. Alleen het kennisniveau moet bij na iedere verkiezing weer opnieuw worden opgekrikt. Op dit moment zitten de Kamerleden 4 jaar of 8 jaar in de Kamer. Die inmiddels redelijk op de hoogte zijn van wat er speelt. Smaling van de Socialistische Partij weet het goed. Van de PvdA. Mijn lobby ligt namelijk boven stroom. De VW doet het voor de Nederlandse. Ja, de VW doet het voor de Nederlandse.
Ja, Lut Jacobi van de PvdA weet er ook heel veel van. Maar een aantal andere woordvoerders laten zich meer beïnvloeden door de bedrijven en door de landbouw dan door het waterbelang. En ook daarvoor geldt dus op 50 projecten. Daar heeft het consequenties wat u kiest. Waterzuivering kost geld en waterbeheer. Grote bedrijven en boerenbedrijven hebben een vinger in de pap. Zorgen zij er ook voor dat het voor hen zo goedkoop mogelijk is? Proberen zij het op de stedelijk af te duwen? Erg genoeg wel. Het watersysteem van de waterschappen wordt helemaal door de inwoners van het eigen gebied betaald. Daar komt geen rijksbelasting op te pas. En die wordt omgeslagen over iedereen die in het waterschap woont. De verdeling van de kosten wordt nogal sterk beïnvloed door agrarische belangen. Die ervoor zorgen dat de boer relatief weinig en de stedeling relatief veel betaalt. Waterschappen geven ongeveer 80% van hun geld in het platteland uit. We halen ongeveer 80% van hun inkomsten uit de stad. En dat mag wat mij betreft wel wat meer in evenwicht komen. Alleen dat is een zeer taai gevecht. Dat heeft mijn vraag gegeven. Die hebben we even mee. Kan er wel wat vertellen? Ik vind het zo mooi. Ja, er is wel een ontwikkeling gaande in het beleid. En dat is namelijk de delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater. Dat de doelen uit de kaderrichtlijn water niet zijn gehaald, heeft wel een soort signaal gegeven. Dus daarom wordt meer aandacht besteed aan schoonwater. En recent heeft KWR samen met het RIVM en andere instanties de kennis in ons waterkwaliteit getekend, waardoor we ervoor zorgen dat we kennis delen en samen zorgen voor schoonwater. Dat klinkt heel mooi. We gaan langzaam een beetje naar de toekomst toe bewegen. We hebben in Nederland, of zo klinkt het mij in de oren, een behoorlijk reactief beleid. Er wordt een stof gevonden, die is toxisch, die moet eruit. Moeten we niet met z'n allen er naartoe bewegen dat we een wat meer anticiperend beleid hebben? In de zin van, je bent een bedrijf, je stopt schadelijke stoffen in ons water. Probeer dat compleet te vermijden. Ja, ik denk zeker voor de industrie, voor de industriële afvalwaterlozingen, is daar nog inderdaad veel te halen. Maar ik weet dus helemaal niet wat voor soort stoffen er precies in het afvalwater zitten. Dus om daar meer beleid op te voeren, zou een goede toekomstige ontwikkeling zijn. Dat zou zelfs eigenlijk al moeten, want in de kaderrichtlijn water staat een artikel die bedrijven verplicht om uit het voorzorgprincipe geen schadelijke stof in het water te stoppen. En dan komt dus weer dat aspect aan de orde. Als die mensen dat niet zelf ook vinden, dan is de prikkel om zich daar niet aan te houden veel te krachtig, omdat er geld mee te verdienen valt. Maar heb ik overigens zelf wel de indruk dat de Nederlandse chemische industrie op dat punt zich aanzienlijk beter gedraagt dan 20 jaar geleden en ook aanzienlijk beter dan bijvoorbeeld de glastuinbouw. Is er nog een argument, even de advocaat van de duivel in de kraag spelen, dat we een soort van zeggen van oké, we hebben de chemische industrie, we hebben veel goede dingen voor ons, we accepteren de vervuiling, we kunnen het uithalen, deel, we betalen gewoon wat extra voor waterzuivering. Speelt het argument? Nou, ik zou die draai ik toch om. Wat interessant is dat als je kijkt, we hebben, het is alweer 30 jaar geleden, een groot incident in de Rijn. Een groot zandbosincident, een grote chemische brand, veel stof in de Rijn, veel dode vis. En het bijzondere is dat dat heeft wel degelijk een impuls gegeven aan de industrie om beter op orde te krijgen. En het interessante is dat een aantal van die chemische industrieën hebben daar ook gewoon weer een businessmodel van gemaakt. Die zijn gewoon de waterzuivering, die zijn ze ook weer gaan doorverkopen in de rest van de wereld. Dus het is niet zo dat goede waterkwaliteit zeg maar alleen maar een kostenpost is. Je kunt er ook wel degelijk geld mee verdienen, zo te zeggen. Geld mee verdienen, zo te zeggen. Dus ik kijk wel eens naar de overheid en dan is het regelgeving niet al een antwoord, belemmert weer de innovatie. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar
belastingwetgeving, als een nieuwe regel wordt ingevoerd, dan wordt men ineens heel innovatief. Dan wordt men ineens heel constructies worden bedacht om daar een oplossing voor te vinden. Dus ik zou tegen de overheid willen zeggen, van, nou, ik zou tegen de overheid willen zeggen, want die industrie die krijgt dat echt regels, want die industrie die krijgt dat knappe koppen daar ontlopen. Ik ben ook wel zo slim om daar echt geld mee te doen. Dus ik ben wat minder van de Iemand naar een bedrijf toe laten gaan. Dat gebeurt natuurlijk wel. Dat gebeurt als 80% van de bedrijven geen goed idee vindt om ergens iets aan te doen, dan krijg je dat met toezicht ook niet voor elkaar. Dat is een ineffectief middel. Het is veel beter om dan samen met die bedrijven uit te zoeken hoe er voorkomen uit te zoeken hoe het voorkomen. En dat is wat waterschap op het ogenblik op grote schaal doet met holle tegels in het gebruik van gewasbescherming. In het gebruik van bestrijdingsmiddelen, want het andere woord is een beetje flauwekul. Dat lukt. In Noord-Holland wordt dat op dit moment op grote schaal gedaan. Dat komt van Noord-Holland. Waarbij samen met de boeren wordt gekeken hoe je kunt voorkomen dat het gewasbeschermingsmiddel terrein afspoelen. En dat blijkt heel eenvoudig te zijn. Als je maar weet hoe het moet, dan is het effect voor 80-90% minder vervuiling. Dus samen met ondernemers is veel beter dan tegen de ondernemers met handhavingsmiddelen. Dat moet je alleen maar gebruiken als je de laatste 5-10% over de streep ziet. Dat speelt in de glastuinbouw. Rosa, jij vertelde Rosa, vandaag dat je steeds betere technieken krijgt en daarmee ook steeds meer dingen vindt. Is die waterzuivering voor jou ook een stroomvering? Natuurbeschermingsorganisaties Moet ik hem dan toch aanstaan? Voor het eerst heb je me stil. Je hebt natuurlijk alleen maar iets aan het zuiveren van afvalwater, iets in zit, wat je eruit moet spoelen. Schoon drinkwater is alleen maar een verdunnende factor. De laatste vraag is vandaag een publieksvraag. Ik ga ook stemmen op de waterschap. Dat het een eigen macht was. 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 Dat het een eigen macht was.
provincie moet leggen. Nog meer asfalt. Ik denk dat dat geen goede oplossing is. Dus ik denk dat dat geen goede oplossing is. Dus oké, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Ik denk dat we moeten de waterschappen houden. We moeten allemaal gaan stemmen zodat de boeren. Volgende maand gaan we het hebben over de verkiezingen. Dan willen we een aantal jeugdpartijen uitnodigen, jongere partijen. Jeugdpartijen uitnodigen over belangrijke thema's, ook interessant voor het beta-onderwijs. En misschien niet die plaszak mee te nemen, want ze liggen hier zo twee dozen. Ja, neem er eentje mee naar huis. Misschien ook eentje voor opa en oma. Misschien ook eentje voor opa en oma. En ik zie jullie volgende maand weer. En ik zie jullie volgende maand weer. Dank u.